Hallo en welkom weer bij Vinoniek. Vandaag gaan we het hebben over top bourgognes. We zijn in Rotterdam, hier net naast de markthallen bij Fitzgerald. Wij gaan naar binnen, we gaan proeven en het allermooiste, het meest indrukwekkende, het meest ontroerende, dat ga ik met je delen. Je ziet het hier achter me. Ze is de lunch begonnen. Iedereen heeft flink geproefd, is vermoeid, heeft zin in eten. Maar ja, ik heb geen tijd, ik moet voor jullie zorgen, ik moet video's maken. We gaan natuurlijk bourgogne bespreken. Ik zit hier in een koude werkplaats, een opslaghok van het restaurant, want dat is zo druk dat ik daar geen video kon opnemen. Kijk, dit is La Trichère Chambertin. Oké, de reden dat ik deze gepakt heb en niet een andere wijn, is omdat hier een soort oerklank in zit. Daar waar de meeste van de bourgognes hier niet alleen maar het verhaal geven van de wijngaard en het wijnjaar, maar dat je ook heel duidelijk een bepaalde visie van de wijnmaker in die wijn ziet. En daar is niks op tegen. Want er bestaat geen kunstwerk zonder kunstenaar. En waarom mag je niet de beleving van de kunstenaar en zijn ideeën over schoonheid proeven? Maar wat ik te gek vind, is dat dit totaal voorbij gaat aan een eigen behoefte. Dat dit puur inzoomt op het aarde, op het verleden, op het tijdloze. Zo het gebrek aan behoefte om te voldoen aan de moderne smaak van mensen. En wat is dan die moderne smaak? Is vaak fruit, vriendelijk en finesse. En dit heeft diepte, aardsheid, kracht. Een zware echo in de wijn. Maar het blijft wel Pinot Noir natuurlijk. En zoals we van Pinot Noir weten, is het geen hete wijn met veel tannines en dikte. En het is geen Malbec uit Argentinië, zullen we zeggen. Je geeft je al aan, je zit in een rijke, volle, diepe stijl. Nee, deze wijn komt hier niet tot zijn recht. En ik zit een beetje in een lens van een camera te kletsen. Dus nee, deze wijn is niet op zijn allermooist hier. En toch is het in staat om me even te ontroeren. Ik zit echt even... Wat overweldigt dit. Geen moderne, chic, strak, hip gemaakte etiketten. Dat geld, stop dat lekker in je wijngaard. En ga lekker ploegen en met zweten. En maak kies alleen de allermooiste druiven. En dan knijp dat in die fles en dan krijg je dit. Je bent eventjes los. Je komt even los van alles. Een astronaut die je terug in de tijd kan. Een soort tijdcapsule. Dat heb je voor je staan. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik ga dit laatste glas met enorm veel plezier opdrinken. Ik rij weer hard terug naar Amsterdam. En ik spreek jullie volgende week weer. Dank jullie wel voor het kijken. Vind je het leuk? Deel dan de filmpjes met je vrienden. En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende Vinoniek. Dankjewel, tot gauw. Hoi.